Ik ben professor Berneman. Ik ben de medisch directeur van het Centrum voor Celtherapie en Regeneratieve Geneeskunde, of CCRG, van het USA. CCRG is de plaats waar cellen worden bewerkt, geproduceerd, om te kunnen toegediend worden aan patiënten. Dit doen we al sinds 2005 bij kankerpatiënten, waar dat wij studies hebben om kankerpatiënten te behandelen met deze afweercellen die zodanig bewerkt werden dat zij de kanker kunnen aanvallen en zodanig kunnen bijdragen tot een verbetering van de vooruitzichten van de patiënten. Sinds 2005 hebben we ongeveer 150 kankerpatiënten hiermee behandeld. Het waren en het zijn nog kankerpatiënten met acute myeloïde leukemie, met glioblastomen of agressief hersenkanker, met uitgezaagde borstkankers, met mesotheliom of asbestkanker. En binnenkort zullen we studies starten bij kinderen met agressieve hersenkankers of hersenstamkankers. Deze studies zijn mogelijk gemaakt door het USA, die geïnvesteerd heeft in gebouwen en in personeel en in middelen om ons de mogelijkheid te geven om dit te doen. En we hebben veel middelen nodig om deze cellen op een kwaliteitsvolle manier te produceren. Zij moeten beantwoorden aan de strenge regels die gelden in de farmaceutische industrie. En we worden erop gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Het is dus zo dat we een heel leger van personeel nodig hebben, niet alleen om cellen te produceren, maar ook om de reagentia te hebben om deze cellen te kunnen maken. En ook nadien personeel om deze cellen te kunnen toedienen aan de patiënt. Dit moet allemaal goed, in goede omstandigheden kunnen verlopen. En daarom hebben we zoveel middelen nodig. Sinds mei van vorig jaar hebben we een nieuwe faciliteit in gebruik genomen, op 10 kilometer van hier, in Niel. Deze faciliteit heet Anicels en het is daar dat onze cellen nu geproduceerd worden. Het is de bedoeling dat wij op termijn de productie van deze cellen kunnen opdrijven, zodanig dat wij deze behandelingen kunnen aanbieden aan meer patiënten dan wij nu op dit ogenblik kunnen doen. Om onze inspanningen te ondersteunen hebben wij belangrijke hulp gekregen van USA Foundation. En USA Foundation heeft nu een crowdfunding actie op touw gezet om ons verder te helpen in onze inspanning. En ik zou u dankbaar zijn moest u deze crowdfunding actie van USA Foundation willen steunen en ons hierbij helpen in onze dagelijkse strijd tegen kanker. Ik dank u bij voorbaat.